Je suis un parachutiste, un équilibriste, une forte tête. Amherst, zo heette de Franse para-operatie. Aankomend weekend staat Zuid-Laren er uitgebreid bij stil. Twee veteranen zijn daarom weer even in Nederland om de plekken te bezoeken waar ze gevochten hebben. Nou, in april 1945 zijn er nog 702 Franse parachutisten gedrapt boven Drenthe in bezet gebied, dus achter het front, om proberen bruggen en viaducten en zo heel te houden ten behoeve van de oprukkende geallieerden. Marc Loire en Maurice Lenoury waren twee van die soldaten. Het bezoek aan Nederland geeft ze een dubbel gevoel. Beaucoup plezier. Beaucoup d'émotie. Voilà. De twee zagen het als hun plicht om tijdens de Tweede Wereldoorlog te helpen bij de geallieerde opmars. Nous venions de libérer la France. Et notre devoir était de commencer à libérer l'Europe. Ze zijn blij verrast hoe ze telkens weer ontvangen worden wanneer ze in Nederland zijn. Extraordinaire. Buitengewoon. Et ça nous fait énormément plaisir que voir que les Hollandais nous ont jamais oublié, jamais. Je connais depuis longtemps le peuple hollandais. J'ai de la famille en Hollande. Et pour moi, je suis hollandais. Komend weekend worden de bevrijding en de operatie Amherst in Zuid-Laren uitgebreid gevierd.